kijkers, van harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. President Santokki beëdigt procureur-generaal, lid en plaatsvervangend lid Hof van Justitie. Nazaten Portugese immigranten zijn verrijking voor Suriname. Bedrijfsleven cruciaal in diaspora engagement policy. Volksgezondheid maakt belanghebbenden bekend met rookvrij beleid in horeca sector. En gedenkplaat moet Portugese immigratie in herinnering houden. Meester Garcia Paragsing, die de afgelopen 2 jaar heeft waargenomen als procureur-generaal, is officieel beëdigd in deze functie. Dit moment heeft op maandag 14 augustus plaatsgevonden op het presidentieel paleis. President Santokki vertrouwt erop dat de PG haar functie professioneel en in alle onafhankelijkheid zal uitdragen. Verder werden ook meester Erik Rutsch en meester Cynthia Klein beëdigd tot respectievelijk lid en plaatsvervangend lid bij het Hof van Justitie. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. De plaatsnemen. De beëdiging van u, mevrouw Paragsing, in de functie van procureur-generaal is een impuls welke bijdraagt aan de verdere versterking van de rechtsstaat. Procureur-generaal, u vertegenwoordigt ook de staat in rechten. En ik verwacht van u goede afspraken met de regering te maken in verband met het adequaat en tijdig behartigen van de rechtsbelangen van de staat. En het algemeen vervolgingsbeleid wordt ook bepaald door de regering. En ook hieromtrent moeten we goede afspraken maken voor een transparant en voorspelbaar vervolgingsbeleid. Procureur-generaal, u bent ook belast met het vuurwapenbeleid. En de samenleving vraagt meer transparantie en meer bescherming van de burgers. En ook hieromtrent zal er veel overleg moeten zijn, ook met de regering. Alle andere actoren die hierbij een stukje verantwoordelijkheid hebben. Procureur-generaal, ik wens u veel succes toe in uw ambtsvervulling en dat de schepper, uw schepper Krishna Bhagwan, u daartoe de genade zal geven. Naast de beëdiging van de procureur-generaal mag ik vandaag ook overgaan tot het aanvullen van de vacante positie binnen de zittende magistratuur. 2 hooggekwalificeerde krachten zullen ook vandaag worden beëdigd, medicijnse beëdigd. En het is geen eenvoudige taak om voor de invulling van de posities bij het Hof van Justitie zorg te dragen. Ik laat me niet leiden door negativiteit. Ik concentreer me op positieve. Ik ben in contact met mensen die positieve vibratie uitstralen. En ik doe ook veel aan mantra-meditatie. Ik ben constant in contact met het positieve. En het negatieve gaat me niet afleiden van mijn focus. En mijn focus is om het Openbaar Ministerie verder tot ontwikkeling te brengen. Nazaten van Portugese immigranten zijn volgens president Santokki een verrijking voor Suriname. Het staatshoofd sprak maandag ter gelegenheid van de dankdienst in verband met 170 jaar Portugese immigratie op 15 augustus. De dienst vond plaats in de kathedrale basiliek van Sint Petrus en Paulus, waar ook Jack Uden, voorzitter van de Nationale Commissie Jubileumjaren, aanwezig was. Hij benoemde de bijdrage van de Portugezen aan de ontwikkeling en natievorming.
We hebben deze groep ontdekt. Als eigenlijk is de eerste, zijn ze degenen die als eerste contractanten hier naar Suriname zijn gekomen. Maar om de een of andere reden zijn ze in de vergetelheid geraakt. En elk jaar wordt herdacht de Japanse immigratie, de Chinese immigratie, de Hindustaanse immigratie, slavernij. Maar deze groep die als eerste was, zelfs voor de Chinezen, om de een of andere reden was die weggevallen. Dus we zijn heel erg blij dat we in het kader van coronajaren van dit jaar alles hebben gedaan om deze groep te vinden. Enthousiast te maken voor wat er daarna zou moeten komen. En gelooft u mij, in de korte tijd van 6 weken hebben we dit kunnen realiseren dankzij ook hun enthousiasme. En als ik kijk naar de basiliek van vanavond, goed bezette basiliek, ik ben er dankbaar voor. Het is niet nodeloos werk welke we verricht hebben. Integendeel, ze hebben ons laten merken dat ze echt hierop wachten. Sommige mensen vroegen van, maar gaat er ook een vrije dag zijn? Ik zeg, nee, geen vrije dag. Dat zal waarschijnlijk 5 jaar na nu wel een punt van discussie zijn, naarmate deze kwestie zich zal gaan verspreiden en verruimen. Meneer Uren, zijn er misschien nog meer groepen die in beeld gebracht moeten worden? Nee, tot nu toe niet. Wat er wel is gezegd vanavond weer, naast dus de zogenoemde contractarbeiders zijn er ook vrije immigranten. En daar wordt verwezen naar Jodensavanna, waar vooral de Portugese Joden ook hun thuis vonden. Ze werden eigenlijk achterna gezeten vanwege geloofsovertuiging. Maar daar vonden ze een rustoord, een rustplek. En dat is voor Suriname, vind ik zelf, wel een heel groot pluspunt. Dat sinds in die jaren wij verdraagzaamheid aan de dag legden. Maar die groepen die zijn niet als collectiviteit hier naartoe gekomen. Er zijn individuele, vrije immigranten. En ik denk dat met deze groep van Portugezen we het gehad hebben. Maar we blijven niet stilzitten als iemand aan de bel zou slaan en zeggen nee, maar er is nog een groep. Dat heeft de president net weer gezegd, dan zullen wij als nationale commissie alles in het werk stellen om daar, laten we zeggen, onderzoek te plegen. We hebben historici die zat hier in Suriname die ons daarin kunnen bijstaan. Het jaar 2023 is een bijzonder jaar van jubileumvieringen. Welke evaluatie is er tot nu toe geweest van de commissie? Nou, we zijn eigenlijk in oktober vorig jaar geïnstalleerd. En vanaf toen zijn we bezig geweest. En eigenlijk was de focus op de Hindustaanse immigratie, de slavernij, afschaffing, de Chinese immigratie en de Javaanse immigratie. Die hebben kroonjaren. Want daarnaast heb je nog de Boeroes, maar dat is geen kroonjaar. Je hebt nog de, er is nog eentje die misschien vergeet. Ja, de Javaanse immigratie, ook geen kroonjaar. En we hebben dus inderdaad gefocust op kroonjaren. Dat zijn allemaal de 170, 150, 160 jaar. Ik denk dat we het hiermee eigenlijk hebben gehad. De Chinezen hebben we dus nog in oktober, 20 oktober, die zijn de laatste, die sluiten af. Daarnaast hebben we weliswaar andere activiteiten in het kader ook van het jubileumjaar. Dan praat ik onder andere over de Vosteen Koekeroe Festival, welke we zullen hebben op Onafhankelijkheidsplein. Dat valt onder cultuur, maar we hebben een belangrijke ondersteuning ook daarin. En de Dag van de Verbroedering en Vrede. Dat is een hele belangrijke dag, want op die dag willen we een aantal mensen een onderscheiding geven, hè? Eer en waardering geven voor wat ze al die jaren vanuit hun sectie, vanuit hun groep hebben gedaan, hebben betekend voor Suriname. Het Surinaamse bedrijfsleven is cruciaal in de pogingen van het land om samen met de diaspora ontwikkeling tot stand te brengen. Het bedrijfsleven zal dan ook een van de belangrijke actoren zijn tijdens het diaspora-seminar op maandag 21 augustus. Het seminar wordt door het Diaspora-instituut Nederland in samenwerking met de TAPTO Groep NV georganiseerd. Winston Wilson, senior partner van TAPTO Groep, gaat als volgt in op de vraag welke rol is weggelegd voor het bedrijfsleven. Er is heel veel misverstand ontstaan tussen Surinamers onderling. Want uiteindelijk, of het Surinamers hier zijn, of Surinamers die abroad wonen, in Zwitserland, in Nederland, in België of waar dan ook, meneer Breisver zei het al, naar Suriname. Ze zijn allemaal Suriname. En je gaat niet makkelijk mensen vinden die
iets goeds willen doen voor Suriname, terwijl ze niet een bepaalde emotionele binding hebben met het land. Dat kan je ook niet verwachten. Dus de diaspora-diplomatie, wat de heer Breuster aangeeft, en de diaspora-engagement policy, zijn twee zaken die wij als TAPTO-groep omarmen. Dus daarom zijn we ook, toen we benaderd zijn door de heer Breuster, van we willen een nieuwe start maken als diaspora-instituut in Nederland, maar vooral ook in gesprek met de samenleving gaan en ook het wantrouwen dat er is wegnemen om te kijken wat we samen met elkaar kunnen afspreken en identificeren om zaken beter te maken in Suriname. En zo hebben ze drie gebieden geïdentificeerd: onderwijs, capaciteitsversterking en industrialisering. En dat zijn drie gebieden die we zeker een warm hart toedragen. Wij vinden het belangrijk als TAPTO-groep dat Suriname een heel sterk midden- en kleinbedrijf krijgt. Een heel sterk bedrijfsleven. We weten ook uit ervaring dat in een goed draaiende economie het bedrijfsleven de motor van de economie is. Op dit moment is in Suriname helaas nog de overheid, de politiek, de motor van de economie. En die balans moet meer gaan komen. Dus onze midden- en kleinbedrijf moet sterker worden, moet veel meer groeien. Dan heb je ook exportmogelijkheden nodig. Je hebt ook nieuwe productietechnieken nodig, waardoor je kan produceren voor de internationale markt. Zo hebben andere landen bijvoorbeeld hele goede diaspora engagement policy ontwikkeld. En ze produceren in hun land producten die gretig wordt afgenomen door de diaspora in het buitenland. Dus dat zijn verschillende manieren hoe je met diaspora kan samenwerken. En in Suriname zitten we op dit moment in die transitie van het versterken van het midden- en kleinbedrijf. Met de National Risk Assessment onder andere. Maar ook met het IMF-traject, wat een prioriteit is van deze regering. Om te komen tot compliance en good governance. Want het risico bestaat dat Suriname anders geblacklist worden. En dan kan je internationaal geen zaken meer doen. Ook niet met de diaspora. Maar ook niet met internationale instituten, banken, leveranciers, noem maar op. En dat is een groot risico waar we op dit moment lopen en heel veel targets hebben te halen om september uiterlijk wat huiswerken ready te hebben, zodat in november niet geblacklist worden. Het bedrijfsleven heeft op dit moment gevraagd aan de DNA om hun reces uit te stellen en deze wetgeving op orde te maken. En zo zijn we als organisatie bij verschillende initiatieven betrokken, waarbij wij hopen op, we gaan voor een stukje transparantie, goed bestuur, en daardoor het ontwikkelen van het bedrijfsleven, de capaciteitsversterking van het bedrijfsleven. En om zo zeg maar, het bedrijfsleven in Suriname naar een hoger niveau te tillen. En zeker met gebruik van onze diaspora, waarvan ik weet dat de Surinaamse diaspora, de Malobakondere, de Malobsranang, hoe slecht het ook gaat in Suriname, de Maisinpakket, de Maikanga vakantie, hoe duur die ticket ook is, het is de duurste ticket die er is in de wereld volgens mij. Je kan voor veel goedkoper kan je naar Spanje gaan, naar Griekenland, last minute, voor een paar honderd euro, toch de Maipayamoni voor Freka's Ranang. Dus die diaspora moeten we veel beter gaan benutten om bepaalde basiszaken in Suriname goed geregeld te krijgen. En dat is bijvoorbeeld ons onderwijs, is heel belangrijk. Handhaving, rookvrije beleid in de horecasector en het verbod op tabaksreclame en tabaksponsoring. Onder dit thema organiseert de afdeling Milieuinspectie van het ministerie van Volksgezondheid een tweedaags seminar in de banketthal van Hotel Torarica. De bijeenkomst is bedoeld om managers in de horeca bekend te maken met de regelgeving rond een rookvrij beleid en de gevolgen die eventuele overtredingen met zich meebrengen. Wij brengen u het volgende verslag. Ja, dus dit is een workshop vanuit het ministerie van Volksgezondheid. En het is een samenwerking van de Tabaks Focal Point en de afdeling Milieuinspectie. Met ondersteuning van de PAHO en specifiek het secretariaat van de Framework Convention on Tobacco Control. Onze doelgroep hier is dus de horecasector, omdat we willen gaan richting handhaving van de huidige tabakswet. En omdat we weten dat het heel lang stil heeft gelegen, willen we toch wel wat meer awareness brengen in de horecasector.
en de bedrijven de gelegenheid te geven om te corrigeren waar het misgaat, zodat we allemaal wel up-to-date zijn met betrekking tot de wet en men niet verrast wordt met boetes of gevangenisstraffen wanneer we overgaan naar de handhaving. Ja, dus we zijn gestart met een paar presentaties met betrekking tot de gezondheidsgevaren van tabakgebruik. We hebben een korte inleiding gehad met betrekking tot het Framework Convention on Tobacco Control. We hebben dus ook een presentatie gehad met betrekking tot de tabakswet en wat de implicaties daarvan zijn voor de horeca. Maar ook de rol van de horeca volgens de tabakswet en de sancties die daarbij horen. Jawel, ons tabakswet zegt dat we de generaties en de overige generaties, de toekomstige generaties, moeten beschermen tegen de negatieve gevolgen van tabak. Vandaar ook deze workshop. We willen dus iedereen meenemen, ook de horecasector, de restaurants, de hotels, om ook meer awareness te creëren voor hun bezoekers en hun medewerkers. Ook deze doelgroep nemen we mee ter bewustwording van de tabakswet. Vanaf 2013 hebben we een tabakswet. Onze tabakswet verscherpen we momenteel aan. We hebben ook de boetes ook verhoogd recentelijk. En de handhaving die moet versterkt worden. We zijn nu bezig om alle stakeholders bewust te maken. We gaan de populatie ook bewust maken. Nog meer informatie geven waarom het nadelig is om te roken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de omgeving, ook voor de kinderen in de buurt, de mensen die samen met hun blijven. Niet alleen thuis, maar ook op de werkvloer en elders. Dus dat gaan we alvast ook doen. En nu de stakeholders, waarom het belangrijk is dat op openbare plekken men niet moet roken. En wat men moet doen om zich te houden aan de wet. Dus het is heel belangrijk, zodat wij in de toekomst minder schade hebben aan de gezondheid van onze samenleving en ook minder kosten. Het is alleen maar voordeel voor het land. Het is vandaag, dinsdag 15 augustus 2023, precies 170 jaar geleden dat de eerste Portugese immigranten als contractarbeiders in Suriname arriveerden. De herdenking van dit feit komt dit jaar van de grond door inspanningen van de Nationale Commissie Jubileumjaar 2023 en de Vereniging Herdenking Portugese Immigratie. Eerder op de dag is er op Nieuw Amsterdam in het district Kommewijnen een gedenkplaat onthuld. Deze moet helpen de Portugese immigratie in herinnering te houden. Kijkt u met ons mee. We hebben hier een gedenkplaat onthuld ter herdenking van de Portugese immigranten uit Madeira die 170 jaar geleden in Suriname zijn aangekomen. Het eerste schip, de Maravilha, is aangekomen in Suriname met 124 immigranten. Deze 124 immigranten zijn te werk gesteld geworden op 3 plantages, waarvan 2 van die plantages eigenlijk in Kommewijnen zijn. En dat zijn Susannasdal en Katwijk, die hier in Kommewijnen zijn, en de andere plantages Boksel. Ik denk dat een heleboel van ons niet eens wisten dat er zo'n immigratie bestond. En dat er nog bij de eerste contractarbeiders waren voor alle andere groepen. En dat deze groep eigenlijk samen met de slaven nog heeft gearbeid op de plantages. Dus voor ons betekent uiteindelijk een stukje erkenning na zoveel jaren dat anderen eigenlijk hebben geprobeerd ook aandacht hiervoor te krijgen. En dan denk ik aan mijn tante Edith Charda dos Ramos, die zelfs naar Madeira is gegaan om een beetje researchwerk te zoeken en in feite met de stamboom begonnen is. En dat heeft in feite voor ons ook geïnteresseerd. Onze oom Orlando dos Ramos, die daarna ook eigenlijk steeds in de publiciteit kwam en interviews afstond om hierover eigenlijk het verhaal te vertellen over de Portugezen die gekomen zijn in Suriname. Mevrouw Cynthia Brandvlieu heeft een heel artikel geschreven en
Dat was een uitgebreider artikel met namen, alles. Maar op de een of andere manier is het nooit van de grond gekomen. Het is nu van de grond gekomen na 170 jaar, omdat het 170 jaar is. En dat het eigenlijk mij opgevallen is toen ik dat artikeltje kreeg van een goede vriend waarmee ik kennis maakte, de heer Gerard den Dekker. En die wees me erop van, hey, kijk, dit is het artikel van de eerste Portugese immigrant uit Madeira. En het was inderdaad, 1853 betekent een kroonjaar, 170 jaar. Dus vanaf dat moment is het contact geweest met de Nationale Commissie, totdat we nu hier staan voor dit moment. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.